Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag een video over kleur. Ik heb er al eerder een video over gemaakt. Toen heb ik de basisdingen uitgelegd. Ik heb het toen gehad over primaire kleuren, secundaire kleuren, koele uh, kleuren, warme kleuren. En uh, rechter bovenhoek: daar vind je een linkje naar die video. Maar ik wilde vandaag. Nogmaals op ingaan. Het blijft uh, een vragenstuk voor sommige mensen. Ik krijg daar ook geregeld vragen over. En ik wil daar vandaag gewoon wat meer over gaan vertellen. En ik heb van alles uh, om me heen verzameld. Uh, ik heb wat uh, proefstukjes gemaakt. Daar ga ik straks over hebben. Ik heb mijn kleurencirkel uh, bij mij neergelegd. Ik heb flesjes dilutions paint uh, neergezet. Natuurlijk, alles wat ik vandaag ga vertellen. Is niet alleen voor de Dilucius Paint, maar dat geldt eigenlijk voor alle materialen met kleur. En of je het nu hebt over uh, Distress inkt of jij het hebt over oxide ink, uh, acrylverf. Dilucius Paint is natuurlijk ook een acrylverf, maar hetzelfde geldt voor een aquarelverf. Uh, kleurgebruik en hoe je dat kunt toepassen in een uh, in een project. Want of het nu een Art Journal pagina is, uh, een canvas, uh, een kaart die jij gaat maken, uh, kleuren toepassen, is echt niet moeilijk. Je moet er even een beetje over nadenken. Maar het is vooral een kwestie van oefenen, een kwestie van spelen met materialen om zo te ontdekken wat kleur eigenlijk doet, en uh, hoe jij het voor jezelf kunt toepassen in jouw eigen. Projecten. Maar ik ga er vandaag wat doorheen wandelen. Ik ga wat uh, meer nog uitleggen. Ik ga wat achtergronddingen doen. Eigenlijk is dit ook weer een soort van aanvulling op mijn vorige video. Nou, ik had mijn kleurencirkel erbij gepakt. Uh, dat is iets wat jij uh, kunt kopen. Je kunt ze ook uh, ja, best wel vaak downloaden op internet. Zul je gewoon even naar moeten zoeken. Maar uh, ja, dit is gewoon een kleurencirkel van goede kwaliteit. En het is gewoon iets wat ik altijd bij mij heb liggen. Weet ik het even niet meer, kan ik het hier gewoon opzoeken. En uh, ja, hoe de kleurencirkel precies werkt, daar zijn ook wel video's voor. Ga ik ook niet. Te diep op in. Maar uh, als je de voorzijde van uh, de kleurencirkel bekijkt, um, zie je hier al die kleuren staan. Nou, ik heb het in mijn vorige video al benoemd. Je hebt drie hoofdkleuren, primaire kleuren. En dat is een geel, dat is een ja, roze rood magenta en dat is een blauw. En uh, een cyan noemen ze dat. Nou, die drie kleuren, dat zijn de hoofdkleuren. Met die drie kleuren kun jij in principe alle kleuren mengen: uh, wit en zwart. Die heb ik hier ook neergezet, maar dat zijn eigenlijk geen kleuren. Maar het zijn wel, uh, uh, nou ja, het zijn geen kleuren, maar je kunt ze wel heel goed toevoegen aan jouw project om de kleuren mooier uit te laten komen. En als jij zwart gaat toevoegen, en ik ga straks ook allemaal nog voorbeelden laten zien, als jij zwart en wit gaat toevoegen, dan zul je zien dat de kleuren veel meer naar boven komen, dat de kleuren wat veller gaan worden en uh, dat de kleuren gewoon mooier worden. En uh, dus wit en zwart zijn geen kleuren, maar je kunt ze wel heel goed toevoegen aan jouw projecten om de kleuren mooier te laten worden. Nou, dan heb je, grof gezegd, heb jij Warme kleuren en ik ga even mijn, uh, mijn kleurenschijf een beetje goed neerleggen. Je hebt warme kleuren en koele kleuren. Bij warme kleuren moet jij denken aan vuur. En dan heb je het over rood, oranje, geel, uh, roze, die valt daar ook onder. Nou, dat zijn uh, de warme kleuren. Die staan aan deze kant van de kleurencirkel. Aan de andere kant van de kleurencirkel staan de koele kleuren. Bij koele kleuren moet je denken aan water, aan zee. Dan heb je het over blauw, groen, maar ook een geel past weer bij de koele kleuren. Uh, een geel heb jij in een warme kleur geel, die gaat al meer naar de oranje kant. En je hebt een koele kleur geel. Ik heb hier allerlei flesjes bij mij neergezet: ik heb hier uh, een warme kleurencombinatie, het is een harde kleur roze. Een rood en een warme kleur geel. Die gaat al richting uh, het oranje. Um, als je dan spreekt in termen, De uh, bubblegum pink, uh, postbox red en puur sunshine. Dat zijn drie warme kleuren. Nou, als je deze kleuren gaat mengen. Je gaat ze gebruiken in jouw kunstprojectje. Dan zullen deze kleuren samen nooit geen bruin gaan mengen. En het is dus een veilige keuze om alleen... Warme kleuren te gebruiken in jouw project. Maar uh, je hebt ook koele kleuren. En die heb ik hier naast me neergezet. Uh, dan heb je het over een blauw, een groen, maar dus ook zo'n koele uh, kleur geel. En in termen heb je het dan over lemon zest, Cut en longenblauw. Dat zijn drie koele kleuren. Nou, je hebt natuurlijk nog veel meer koele uh, kleuren. Daar ga ik straks wel een beetje over vertellen. En als je dan gaat kijken naar de twee gele kleuren. Dan zie je heel duidelijk, daarom heb ik ook de Dilutions Paint erbij gepakt. Je ziet namelijk de kleur heel mooi door de flesjes heen. En uh, dan kan ik het gewoon wat beter uh, visueel maken voor jullie. Ik kan het jullie gewoon wat beter uitleggen. Uh, dit is de Pu Sunshine. Je ziet, dit is een hele warme kleurgeel. Deze gaat al meer naar het oranje. Uh, de Lemon Zest is een koele kleurgeel. En je ziet de twee verschillen. Het is echt een hele andere kleur geel. Maar beide is het een kleur geel. Dus geel kan zowel warm zijn als een koele kleur. En dan heb je ook nog in het dilusio stijl neutrals neutrale kleuren. En dan heb je het over vanilla custard. Uh, scent. Dat zijn een beetje de bruine beige tinten. En dat zijn dan de neutrale kleuren. Uh, die kun je bij zowel de warme. Tinten gebruiken als de koele tinten. Ga ik straks allemaal nog uh, meer over vertellen. Ik ga wat combinaties laten zien. En dan heb je nog paars. Paars staat ook bovenaan uh, in de kleurencirkel. Paars is eigenlijk een soort van tussenkleur. Paars kan zowel bij de warme kleuren als bij de koele kleuren. En uh, het zal geen bruin gaan mengen. Als jij een beetje in die richting blijft. Dus ga jij paars mengen met uh, blauw. Dan zal het geen bruin gaan mengen. Ga je die paars mengen met rood of ja iets richting het oranje, dan zal het ook geen bruin gaan mengen. En uh, paars kun je dus als een soort tussenkleur gebruiken. Dan ga ik nu wat vertellen over kleurcombinaties. En uh, hoe je ook niet uh, altijd een warme of een koele kleurencombinatie kunt uh, gebruiken. Maar dat je ze ook soms kunt combineren met elkaar. Nou soms heb je ook kleuren die elkaar mooier maken. Die elkaar complementeren. Uh, Complementary colors noemen ze dat. Die staan tegenover elkaar in de kleurenwiel. En ik heb hier de achterzijde van het kleurenwiel. En daar kun je dat heel mooi zien. Uh, bijvoorbeeld groen. Als je dan er recht tegenover kijkt. Dan zie je rood. En uh, dat zijn dus kleuren die... Uh, mooi bij elkaar passen, die elkaar versterken. Maar zou je die kleuren gaan mengen met elkaar, dan krijg je een vieze kleur bruin. En dat wil je niet. Dus die kleuren kun je wel samen gebruiken, maar dan moet je zorgen dat de kleuren droog zijn. Uh, deze twee kleuren kun je dus niet samen gebruiken als jij een product gebruikt wat blijft mengen: uh, aquarelverf. Uh, de gewone Distress inkt. Dat zijn producten die blijven mengen. Uh, als jij de Nuvo Shimmer poeders hebt, bijvoorbeeld. Dat zijn producten die blijven mengen. Dus dat wordt elke keer weer geactiveerd, en uh, daardoor zullen de kleuren ja, blijven mengen, wat je er ook mee doet. Daar moet je dus voor oppassen dat je daar kleuren gebruikt die wel bij elkaar passen. En uh, die geen fysieke kleur bruin mengen. Maar ga jij dus een acrylverf bijvoorbeeld gebruiken. Een acrylverf dat is uh, watervast als het droog is. Dan kun je dus uh, prima die kleuren die elkaar complementeren samen gebruiken. Maar je moet dus wel zorgen dat jouw laag droog is. Dus jij brengt bijvoorbeeld een laagje groen op. Uh, dat kunnen ook groen tinten zijn. En uh, daarna kun je accenten met rood aan gaan brengen. Maar dan moet dat groen, moet wel droog zijn. Is dat niet droog, je gaat er met rood overheen, zul je bruin krijgen. Dus zorg er dan voor dat die groen goed gedroogd is. Dat het echt hartstikke droog is. Voor jij er met uh, de complementaire kleur overheen gaat. In dit geval dus de rode kleur. Maar welke kleuren passen nou nog meer heel mooi bij elkaar? Nou, ik heb het, uh, ik heb wat Proefjes gemaakt, en dat is iets wat ik iedereen ook eigenlijk wil adviseren: het leren omgaan met kleur. Nou, dat leer je gewoon door te gaan spelen met kleur. Ga gewoon eens een kaartje pakken, uh, een restje papier desnoods. Hoeft helemaal niet te passen bij het product waar uh, jij op dat moment mee aan de gang wil. Dit is aquarel papier uh, met een structuur. Iets wat ik niet echt fijn vind om te gebruiken. Dus ik heb deze er gewoon bij gepakt. En ik kan deze kaartjes later ook gaan verwerken in een, uh, in een ideeënboekje. Dan uh, heb ik die kleurencombinaties bij de hand. En uh, dat is ook een manier van spelen, een manier van leren omgaan met kleur. Nou, ik kan het jullie gelijk daardoor ook beter uitleggen. Uh, kleuren die elkaar complimenteren. Nou, ik heb hier een lemon zest gebruikt. Ik heb een fresh lime gebru gebruikt. Een koele kleur geel en een koele kleur groen. Deze twee kleuren zou je ook nog met elkaar kunnen mengen. Dat gaat geen bruin uh, mengen. Maar als jij kijkt. En dan ga ik even mijn kleurencirkel uh, draaien. Ik heb hier een geel. Aan de overkant vind jij dus die paars. Nou, dan gaan we terug naar het voorbeeldje. Lemon zest, fresh lime. Die twee kleuren kun je met elkaar combineren. Daartegenover staat dus die crust crepe. Een paarse kleur. En uh, dit kun je dus prima gaan mengen. Dit moet je zorgen dat het helemaal droog is voordat jij accenten gaat aanbrengen met deze kleur. Ik heb daar ook een voorbeeld van gemaakt, die ga ik even opzoeken. Uh, dit is mijn journal trouwens van uh, The Action. Uh, ik heb daar al eens een video over gemaakt. Ik vond ze ontzettend leuk. Uh, ze zijn uh, heel goedkoop. Ik vond het alleen. Rot papier wat erin zit. Er zit aquarelpapier in waterkollenpeper. Maar dat goedkope waterkollenpeper van de Action. De ene kant een gladde uh, versie, de andere kant is een structuur. Ik vind die structuur niet fijn. En ik vind de kwaliteit van het papier ook niet super. Maar uh, ja, met verf kun je er eigenlijk wel prima in uh, werken. En dat is toch iets wat ik uh, ga doen. Ik heb deze koffer gemaakt uh, tijdens een workshop van uh, Diane Riefly Dilutions. Um, ...zij geeft via speciale Facebook groepen... ...geeft zij uh, besloten uh, workshops... ...die kun jij uh, kopen via Etsy... Uh, ...zij heeft een Etsy profiel... Daar kun jij uh, de workshop kopen. Je krijgt dan een linkje van een Facebookgroep waar je dan lid van moet worden. Jij wordt dan toegelaten als je hebt betaald voor de, voor de workshop. En uh, dan kun jij dus live zo'n workshop uh, volgen. Maar je kunt hem ook altijd onbeperkt uh, terugkijken. Ik ga wel even een linkje plaatsen naar de workshop van, uh, uh, van deze. Uh, dit is een koffer geweest. We hebben geleerd hoe je de koffers kunt bewerken. Dit is een warme kleurencombinatie uh, geweest. Is. Uh, je ziet door het zwart en het wit uh, komen de kleuren uh, ja, echt naar boven. Maar ik uh, vond dit zo goed gelukt dat ik dacht: het is ook eigenlijk jammer dat ik uh, ja, deze journal niet vol ga maken. Dus ik ben erin begonnen, ik heb wat voorbeeldjes gemaakt. En uh, dit is zo'n voorbeeld. Ik heb hem nog niet afgemaakt. Ik heb er wat plaatjes bijgelegd. Ik heb er een tekst bij gelegd. Wil ik allemaal nog gaan doen. Maar ik wil jullie deze uh, voorbeeld laten zien. Uh, ik heb hier lemon zest en fris lime gebruikt. Ik heb eronder eerst met een breier wat paars gebruikt. Maar ik heb later, de verf was nog niet helemaal droog, ik heb wat van die crustcreep van het paarse, heb ik door een stencil heen gewerkt. En dan zie je ook gelijk wat er gebeurt als jij de kleuren dus niet helemaal goed laat drogen. Ik zal hem van wat dichterbij laten zien. Hier zie je dat paars er doorheen komen. En dat was goed droog voordat ik uh, het groen erop aan heb gebracht. Ik heb eerst het paars aangebracht met een breier. Vervolgens heb ik met mijn vinger heb ik het geel en uh, de lijmkleur aangebracht. Um, ik heb het toen een beetje laten drogen, maar ik was wat ongeduldig. En ik wilde door. En toen heb ik een stencil gepakt. Ik heb een blending tool gepakt met een sponsje erop. En ik heb toen wat van die paarse verf door het stencil heen willen werken. Maar je ziet gewoon, het is niet mooi paars geworden, maar een beetje een bruinige kleur. Nou, dat krijg je dus als jij kleuren gaat mengen met elkaar, die eigenlijk niet. Moet mengen met elkaar. Dan kun je dus die vieze kleur bruin krijgen. Het had wel uh, kunnen werken, maar dan had ik die uh, lijmlaag en die gele laag had ik echt veel beter moeten laten drogen, dat het echt goed droog was. En dan was die paarse kleur was er, er wel goed op gekomen. Maar het is niet erg. Uh, het wil niet zeggen dat de pagina dan gelijk helemaal mislukt is. Ik ga deze pagina gewoon afwerken en hij blijft dus ook gewoon in mijn journal zitten en dat probeer ik ook uh, constant aan jullie duidelijk te maken. Um, het werken in een adjournal. Het hoeft niet altijd gelijk een perfecte pagina te zijn. Uh, leg die lat niet te hoog voor jezelf. Geef jezelf ook die ruimte om jezelf te ontwikkelen. Fouten maken mag. Is niet erg, daar leer je juist van. Je leert dan uh, uh, dat jij die dingen niet weer moet doen. En schrijf die dingen ook op. Het is helemaal niet erg om, uh, om die fouten te maken, daar leer je echt van. Dus uh, ga aan het uitproberen. Ga die fouten ook maken. Is helemaal niet erg. Uh, is de pagina echt niet. Helemaal doorverpest. Deze pagina ga ik gerust afmaken, uh, hoewel ik zeker niet tevreden ben over de achtergrond. Uh, ik heb het paars wel wat naar voren willen halen nog door een paarse marker te gebruiken, maar het is prima zo. Ik ga hem gewoon verder afwerken. Het is wat het is en laat dat ook vooral los. Nou, dan heb je nog meer van die kleurencombinaties. Uh, ik heb hier een London blue, een uh, vibrant turquoise, dus een blauw groen, en daartegenover staat een oranje, en dan heb je het over de squeezed orange. Deze twee kleuren die kun je prachtig met elkaar mengen en laat het dus vooral goed drogen voordat jij die oranje accenten gaat toevoegen. Nou, ik zei net al, uh, ik heb het laten zien op het kleurenwiel: uh, Cutgrass, fresh lime, groene kleuren kun je prima met elkaar mengen. En uh, gaan combineren met een rood. De kleuren zullen elkaar versterken. En nu zie je gelijk al uh, de kerst. We gaan er naartoe. Uh, ik ga daar ook mee bezig. Maar groen en rood zijn gewoon kleuren die elkaar versterken, die elkaar mooier maken. En daarom zie je dan ook gelijk al uh, de traditionele kerstkleuren. Rood en groen. Weet je gelijk waar het vandaan komt. Ze staan tegenover elkaar op. De kleurenwiel en ze versterken elkaar gewoon, dus je kunt ze prima bij elkaar gebruiken. Maar zorg er dan wel voor dat de lagen goed droog zijn. Zijn ze niet droog ga je alsnog bruin mengen. En dat is gewoon jammer. Moet je niet doen. Maar je kunt dus prima een pagina gaan maken in de groentinten. Voor de kerst ontzettend mooi. Kerstboompjes noem maar op. En dan kun jij rode accenten gaan maken. Bijvoorbeeld kerstballen. Ik noem maar wat. Dan kun jij de rode accenten gaan gebruiken om de groene kleur nog mooier naar boven te laten komen. Vul ze aan met zwart en wit. Ja, je zult zien dat de kleuren er gewoon van af springen. Dat zijn dus uh, complementaire kleuren die je prima met elkaar kunt gebruiken. Mits de kleuren goed droog zijn. Je moet ze dus niet met elkaar gaan mengen. Die hier staan. Ik ga ook allemaal nog wel even foto's hiervan plaatsen. Ik ga de foto's ook losplaatsen op mijn uh, groep op Facebook, Patricia's Inspiratiehoek. Daar kun je ze ook altijd terugvinden. Um, kun je dat nog even terugkijken? Ik ga overal foto's van maken. Ik ga er wel even bij schrijven wat ik dan bedoel. En uh, welke kleuren ik bijvoorbeeld heb gebruikt. Zodat jullie die voorbeelden allemaal terug kunnen vinden op Patricia's inspiratiehoek. Maar ik ga ook foto's plaatsen aan het eind van deze video. Zodat je dat ook allemaal nog eens even rustig kunt terugkijken. Um, ik ga er ook even een blogbericht bij maken. Zodat alles helemaal voor iedereen goed duidelijk is. Dus. Um, aan de linkerkant uh, die kleuren kunnen mengen. De rechterkant, er zit ook een lijn tussen. Dat kun je pas gebruiken als de linkerkant goed droog is. Zo moet je de complementaire kleuren zien. Nou, dan heb ik nog een aantal kleurencombinaties voor jullie. Uh, de combinaties die ik zelf heb. Heel veel gebruik, zeker als ik met dilutions paint aan de slag ben, maar ook voor andere producten, en daar ga ik ook zo voorbeelden van laten zien. Uh, gebruik ik die bepaalde kleurencombinaties, uh, een aantal zijn gewoon echt favoriet voor mij en die heb ik hier uh, opgeschreven om. Uh, aan jullie te laten zien. Dit kaartje heb ik gewoon heel eenvoudig gemaakt: ik heb wat lijntjes getekend, ik heb gewoon wat verf uit de tube gepakt, op mijn vinger gedaan, ik heb gewoon wat rondjes gemaakt. En uh, ik adviseer jullie ook allemaal om dat ook te gaan doen. Ga aan de slag met verf, met andere producten waar jij mee werkt. Misschien werk jij wel veel met oxide-inkten. Uh, oxide-inkten kun jij ook stapelen. Zijn ook redelijk watervast als het droog is. Uh, in ieder geval, als jij een inkt hebt opgebracht... Dan als die laag goed droog is, kun je daar met een andere kleur inkt uh, overheen zonder dat het gaat mengen. En uh, ga daarmee aan het uitproberen. Ga die twee kleuren uh, bij elkaar. Ga ze desnoods even mengen om te kijken wat het doet. Ga daar gewoon mee aan het spelen. En je zult gewoon zien dat jij zelf ook zekerder gaat worden over kleurencombinaties. En hoe jij kleuren kunt toepassen in jouw eigen uh, kunstwerkjes. Nou, kleurencombinaties die ik veel gebruik... Um, een beetje een coole kleurencombinatie, vibrante turquoise, London blue aangevuld met creep. Echt een hele uh, fijne combinatie die ik veel gebruik. En als voorbeeld daarvan heb ik hier mijn theedoos. En deze staat op zolder. Ik heb dat al wel eens laten zien in uh, video's. Ik heb het ook wel eens laten zien in mijn blog en op de groep op uh, Facebook. Deze is uh, gemaakt uh, door Sophie. Uh, ik heb toen een sleutelkastje gemaakt in andere kleurencombinaties. Sophie die vond deze kleurencombinatie ook heel erg mooi. Uh, de letters die heb ik er wel opgeschreven. De rest heeft Sophie helemaal gedaan. Uh, Dilution uh, ja Ik vind het gewoon geweldig op te doen. Uh, het is echt niet moeilijk. En uh, ja, de resultaten zijn gewoon prachtig. Ik houd van kleur, heel veel kleur. En dit is echt een kleurencombinatie die ik gewoon heel mooi vind. Dat blauwe, dat turquoise aangevuld met paars. En daar krijg je gewoon een hele mooie. Uh, het is wel een coole kleurencombinatie, maar toch doet hij heel erg warm aan. En uh, ja, ik vind dit gewoon een hele gave combinatie om te gebruiken. Ik gebruik hem ook veel in art journal pagina's. Maar ja, ik wilde jullie deze theedoos laten zien. En uh, dat is echt een voorbeeld van deze kleurencombinatie. Dus vibrant turquoise, een blauw-groene kleur, uh, een London blue, een blauwe kleur en een paarse kleur. De crust creep. in dit geval in dilutions termen gesproken. Uh, dan nog een hele grote favoriete kleurencombinatie van mij, die ik heel veel gebruik. Bubblegum Pink, Crust Crepe, Vibrant Turquoise. Nou, de Vibrant Turquoise, dat is een koele kleur. De Bubblegum Pink is een warme kleur. Normaal zeg je, warme kleuren, koele kleuren, ga je ze met elkaar combineren, dan krijg je bruin. Nou, in dit geval niet. In dit geval krijg je een prachtige kleur paars. En dat is die Crust Crepe. En uh, dus deze kleuren, die twee kleuren, die bubblegum pink, die vibrante turquoise kun jij dus met elkaar gaan mengen. Maar ze passen heel mooi bij elkaar. Maar ze mengen ook heel erg mooi uh, met elkaar. En dan krijg je die paarse kleur. Ik ga daar nog even een voorbeeld van laten zien. Gemaakt met hele andere producten. Volgens mij heb ik deze ook gefilmd. Ik weet het niet zeker. Het is al een oude pagina. Maar ook hier is die turquoise gebruikt. Is die roze gebruikt. Er ontstaan prachtige kleuren paars. En het is echt een van mijn favoriete kleuren. Die ik heel veel gebruik in projecten. En ja, het zijn gewoon mijn lievelingskleuren. Paars is echt een van mijn lievelingskleuren. Dus ik vind het gewoon heel fijn om uh, die kleuren te gebruiken. Dit is echt een kleurencombinatie. Als ik op veilig wil gaan. Dan gebruik ik gewoon deze kleurencombinatie. Um, ja, Nog zoiets waar je veilig op kunt gaan. Bubblegum Pink, Postbox Red en die Crust Crepe weer. Uh, een veilige combinatie om samen te gebruiken. En uh, een combinatie die ik dus ook Heel veel gebruikt. Uh, een klassieke dilutions combinatie: Bubblegum Pink, Postbox Red, Pure Sunshine. Dus een roze, een rood en een warme kleur geel die eigenlijk al richting het oranje gaat. Nou, het is de kleur die ik hier heb gebruikt uh, voor de koffer. Maar ik heb hier wel meer voorbeelden in zitten. Ik zal er eens even doorheen wandelen. Uh, dit is een Zelfde kleurencombinatie die ik heb gebruikt. Je ziet door het zwart wat hier al toegevoegd is, het witte wat hier nog een beetje doorheen komt van het papier, komen de kleuren gewoon veel mooier uit. Terwijl deze pagina gemaakt is met restjes verf, wat ik er nog had liggen. Restjes verf wat ik nog aan een babydoekje had, wat ik nog aan mijn blending tool had, wat ik hier nog op mijn werkvlak had liggen. Dat heb ik hier gebruikt voor deze pagina. Uh, deze pagina is gemaakt met de echte, felle, directe kleuren. Dus hier heb ik de directe kleuren uh, aangebracht met een blending tool. Uh, ik heb het wat uh, laten blenden met elkaar. Maar hier is dus die combinatie gebruikt van roze, warme kleur geel. Postbox red. Ik heb hier ook al wat zwart toegevoegd. De kleuren komen veel meer naar boven. Hier moet nog wit worden toegevoegd. Iets wat ik altijd doe in mijn projecten. Wit en zwart zijn kleuren die ik. Nou, het zijn eigenlijk geen kleuren, maar het zijn zogenaamde kleuren die ik altijd toevoeg. Nou, hier heb ik. Uh, een coole kleurencombinatie gebruikt. Maar ik heb hem aangevuld met een neutrale kleur. Ik heb hier uh, een blauw gebruikt. Uh, Postbox uh, nee, London Blue. Uh, ik heb hem aangevuld met uh, Dirty Martini. Dat is een hele mooie uh, ja, kleur groen. Ik vind hem heel mooi. Het is een beetje een vieze kleur groen misschien. Maar ik vind hem heel mooi. Uh, en ik heb hem hier dus gecombineerd met de Desert Sand. En dat is een neutrale kleur. De neutrale kleur kun jij dus gebruiken voor zowel de warme kleurencombinaties als de koele kleurencombinaties. En je ziet, ik heb hier twee kleuren, uh, koele kleuren gebruikt met een neutrale kleur. Past perfect bij elkaar. Ik heb hier uh, dezelfde techniek uh, zo'n beetje toegepast als hier op de kaft. Uh, dat zijn shape stencils die ik hiervoor gebruikt heb. Die heb ik hier wel liggen. Uh, dit zijn de basic uh, sets, basic shapes heten ze. Uh, een tag, uh, een sleutelgat, uh, een fishtail en een uh, druppel, uh, teardrop. En uh, dit zijn dus de uh, masks en stencils. Um, dit is een stencil en deze wat er binnenin zit, dat is de mask. Nou daar kun je hele leuke dingen mee uh, doen. Uh, hier heb ik de mask gebruikt. Ik heb hier met zwarte verf doorheen gedaan. Ik heb wat aan het doedelen geweest. Uh, bij deze heb ik dat net andersom gedaan. Ik heb hier de mask gebruikt. Ik heb de mask erop gelegd. Ik ben er met zwarte verf omheen gegaan. Nou, deze hele pagina moet ik nog doedelen. Uh, dat doe ik met een witte Posca marker. Ik zie er wel een beetje tegenop. Dit is uh, de structuurkant van het papier. En ik denk niet dat het super fijn doet. Maar ik wil deze journal vol gaan maken. Ik vind het jammer om er verder niets mee te doen. Uh, dit zijn ook uh, coole kleurencombinaties die ik heb gebruikt. Volgens mij heb ik deze met spray-inkt uh, gemaakt. Als ik dit zo zie. Um, hij heeft losgelaten. Ik heb dat met washi tape weer vastgezet. Ik heb de pagina's dus eigenlijk een soort van uh, vastgezet met tape. Zodat ze niet uh, verder loslaten uit de uh, ja, journal. Um, ja, dat is de kwaliteit van deze Action Journal. Uh, het is wel in deluxe stijl. Maar er zit natuurlijk uh, ja, niet zo heel fijn papier bij. Tenminste, ik vind het niet super fijn om te gebruiken. Ik gebruik liever ander papier. Maar um, ja. Je kunt er best nog wel leuke dingen mee doen, zoals je gewoon ziet. Ik heb al wat achtergronden gemaakt. Uh, dat is iets wat ik vaak doe. Uh, ik ga spelen met achtergronden. Ik ga gewoon lekker spelen met verf, met diverse kleurtjes. Ik maak allemaal achtergronden die ik later afmaak tot een gehele art journal pagina. Dan komt er een uh, collageplaatje bij. Uh, soms ga ik uh, een grote tekst erbij schrijven. Uh, soms komen er stikke teksten bij, maar later ga ik die pagina's helemaal afwerken. Nou, ook hier heb ik weer die Dirty Martini gebruikt, uh, die uh, London Blue aangevuld met um, met die Desert Sand die uh, beige uh, kleur, die neutrale kleur. Het wit heb ik hier er doorheen laten komen, gewoon uh, niet de hele pagina gevuld met kleur. Ik heb er al een zwart kader omheen uh, gedaan. Ik ga dit allemaal nog doedelen. Er komen nog wat uh, collage sheets op en uh, al die pagina's ga ik allemaal nog afmaken. Zo, terwijl ik even mijn horloge af heb gedaan, uh, ja, ik kwam mijn melkdikken binnen. Uh, ik heb hem aan de kant gelegd, ik vind het wel even goed, uh, zodat ik even rustig door kan. Ik ben namelijk nog niet helemaal klaar met mijn praatje. Ik heb al wel vaker benoemd uh, een koele kleurencombinatie. Uh, daar ga je een uh, warme kleurencombinatie, focal uh, point of plaatje uh, op doen. Uh, ga je op die achtergrond, je hebt een koele kleuren achtergrond gemaakt, je gaat daar een plaatje op plakken die ook de koele kleurencombinatie heeft, dan zul je zien dat het plaatje in de achtergrond verdwijnt. Je kunt er een zwart randje omheen gaan doen, een schaduwrandje omheen gaan doen, maar het plaatje blijft in de achtergrond. Nou wil je dus echt een focal point gaan maken, een, een, uh, een punt waar jouw oog als eerste naartoe gaat. Dat moet namelijk niet de achtergrond zijn. De achtergrond is een achtergrond. En dat moet ook in de achtergrond blijven. Dus jouw oog moet worden getrokken naar dat plaatje, naar die focal point. Daarom gebruik je dus warme kleurencombinatie op een koele kleuren achtergrond en andersom natuurlijk ook. Heb jij een warme kleurencombinatie achtergrond gemaakt, ga daar dan geen uh, plaatje op doen in een warme kleurencombinatie, maar kies dan voor een koele kleurencombinatie of een hele lichte uh, Kleurencombinatie. Als je hele donkere, felle kleuren, bijvoorbeeld, hebt gebruikt, dan krijg jij wat meer kleurverschil in jouw pagina. Nou, dat zijn ook dingen. Daar moet jij mee gaan oefenen, daar moet jij mee gaan spelen. En uh, ja, ik kan je er heel veel over gaan vertellen, maar het is echt een kwestie van zelf gaan ontdekken, zelf gaan. Uh, uh, spelen ermee. Je houdt gewoon die basisregels in acht. Ga gewoon beginnen met allemaal warme kleuren. Ga gewoon beginnen met allemaal koele kleuren. En bouw dat langzaam uit. Ga die combinaties uh, uh, toepassen. Ga die complementaire kleuren toepassen. Ga kijken op een kleurencirkel. Hoe zit dat? Uh, een geel daartegenover tegenover staat. Een paarse kleur. Uh, heb jij een... Een geel groene kleur, dan staat er een rood-violet, dus dan zijn die kleurschakelingen er allemaal en dat kun je allemaal terugvinden op zo'n kleurencirkel. Dus euh, ja, ze zijn niet goedkoop, dan moet ik heel eerlijk zeggen, maar ze zijn wel een ontzettend handig hulpmiddel die gewoon heel lang meegaat. En ja, ik heb hem al jaren, ik gebruik hem heel vaak, ik heb hem gewoon echt bij de hand liggen. Weet ik het even niet meer dan, ja, dan, dan ga ik gewoon weer teruggrijpen op mijn kleurencirkel. Ga ik even kijken hoe zit dat ook alweer. Uh, je kunt zien als jij uh, de kleuren, hoe je dat moet mengen, kun je ook allemaal terugvinden op deze kleurencirkel. Uh, bijvoorbeeld, je hebt hier rood. Als je daar blauw bij doet, wat krijg je dan? Nou, dan krijg je paars. Dat zijn dingen die kun je allemaal terugvinden op die kleurencirkel. En het is gewoon een ontzettend handig hulpmiddel om te hebben. Maar er staan ook genoeg. Voorbeelden uh, op internet die kun je ook opzoeken. Uh, print dat uit en uh, ook dan heb jij een zelfgemaakte kleurencirkel bij de hand. Ga daar gewoon even naar op zoek te zijn. Echt talloze voorbeelden te vinden van een kleurencirkel uh, bij de Google afbeeldingen, zul je er echt heel veel vinden. En uh, ga desnoods ook zelf eens aan de slag. Begin eens met de drie kleuren, uh, de drie primaire kleuren. Ga die kleuren mengen. Dan krijg je secundaire kleuren. Ga dat gewoon eens op een stuk papier doen. Ga dat in een cirkel uitwerken. En dan zie je hoe die kleuren zich mengen. Uh, dan zie je ook gelijk wat die producten doen. Het is dus echt uh, van belang om daarmee te gaan oefenen, om daarmee te gaan spelen. Want dat is echt een leerproces. En uh, ja, misschien is het eng. Maar het is gewoon iets waar je overheen moet stappen. Het is maar papier waar je op werkt. Uh, je hoeft er uiteindelijk niks mee te doen. Je hoeft ook niet overal een project uh, van te maken. Dat is ook iets wat ik uh, heel vaak benoem. Maar heel veel mensen die, uh, ja, die gaan al zitten, die willen dan een kaart of een Art Journal pagina maken. En dan moet het ook gelijk perfect zijn. Dat hoeft helemaal niet. Uh, wij doen dit voor de ontspanning. Dit is leuk. Dit is hobby. Dit is gewoon uh, ontspannen wat je aan het doen bent. En uh, ga je die lat voor jezelf zo hoog leggen, dan is het geen ontspanning meer. En uh, dan vind je het op een gegeven moment ook niet leuk meer. Dan ga je het aan de kanten gooien en uh, dan ga je ermee stoppen. Dat is ontzettend jammer. Niet doen. Ga daar gewoon lekker mee aan het spelen. Leg die lat niet te hoog. En uh, je zult zien dat jij vanzelf er ervaring mee krijgt. Dat je zeker. Wordt in het kleurgebruik. En dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Dus uh, ga eerst in het begin op safe. Uh, ga op veilig. Ga bepaalde kleurencombinaties gebruiken. Die kunnen. Waarvan jij zeker weet dat het kan. Maar ga ook vooral lekker aan het uittesten. En uh, ja, dan hoop ik dat jullie. Uh, Begrijpen wat het inhoudt, het werken met kleur. En heb je nog vragen? Stel ze mij gewoon, ik ga ze beantwoorden. Is het nodig? Maak ik er gewoon weer een video over? Heb je trouwens ook nog andere vragen aan mij? Stel ze mij. Dat kan in elke video. Um, is het nodig? Maak ik er gewoon een video over? Leg ik jullie gewoon op mijn manier uh, uit uh, hoe ik ermee werk? Ik zeg ook altijd: het is niet de manier. Het is een manier. Het is mijn manier zoals ik het doe. En uh, die wil ik altijd graag met jullie delen. Wat jullie er verder mee doen, allemaal prima. Doen jullie alles op een andere manier, is ook allemaal goed. Het is niet fout. En uh, ja. Zorg gewoon dat je er plezier in houdt. Dus heb je ergens vragen over? Stel ze mij gewoon. Ik ga ze beantwoorden. Ik ga er desnoods een video over maken. Je mag ook vragen stellen op Patricia's Inspiratiehoek. Uh, weet ik het antwoord niet? Uh, we hebben inmiddels zoveel leden. Er is altijd wel iemand die wel het antwoord weet. Het is gewoon een gezellige groep mensen bij elkaar. Ik ga nog wel even een linkje plaatsen hieronder in de beschrijving van deze video. Daar ga ik ook de combinaties nog wel even vermelden, allemaal. En. Uh, Linkjes plaatsen uh, naar de bepaalde kleuren uh, die ik gewoon veel gebruik, echt mijn lievelingskleuren. En uh, ja, dat is dus echt die bubblegum pink. Uh, dat paarse dat komt gewoon heel veel terug in combinaties bij mij, omdat ik gewoon uh, dat zo'n mooie kleur vind. Uh, turquoise ook een kleur die ik heel mooi vind, die ook heel veel uh, gebruik in mijn uh, projecten. Uh, je ziet ze gewoon constant terugkomen. Dat zijn voor mij veilige kleuren om te gebruiken. Maar gewoon kleuren waar ik veel plezier aan bleef. En uh, ja, waar ik gewoon vrolijk van word. En uh, ja, ga er gewoon mee aan de slag. En uh, ja, je zult zien dat je het dan ook wel gaat begrijpen. Um, dit was het voor vandaag. Um, voor woensdag weer een nieuwe video. Voor volgende week zondag gewoon weer een nieuwe video, als het allemaal goed loopt. Um, hier in Huizesweers weet je het gewoon nooit. Er kan van alles tussen komen. Uh, we zijn ook met van alles bezig. Uh, we zijn ontzettend druk. Uh, er gaat een verbouwing aankomen, maar dat gaat gelukkig nog wel even uh, duren. Ik had mijn mooie zolder. Ik heb hem ook uh, gefilmd destijds. Ik had toen al verteld we moesten een nieuw zolderraam. Maar uh, ja, we gaan het toch groter aanpakken. Uh, we krijgen een dakkapel. We zijn uh, gisteren wezen kijken. Uh, in de showroom, we hebben nu alles uh, uitgezocht, alles staat op papier. En uh, ja, we gaan uh, de hele zolder gaan we echt gigantisch verbouwen. Uh, de muren had ik eerst zoiets van laat maar voor wat ze zijn, maar ook die gaan we aanpakken. Uh, we moeten wel vanwege het dakkapel, het dak gaat geïsoleerd worden. Uh, allemaal om, uh, ja, omdat dit ook mijn werkruimte is. Het is mijn hobbyruimte, maar ik zit hier ook te filmen. Voor jullie, en ja, ik, ik breng hier toch wel heel veel tijd uh, eigenlijk door, dus we gaan hier gewoon een hele fijne uh, ruimte voor mij uh, van maken. Dus er gaat heel veel nog gebeuren. Uh, gaat wel februari, maart worden voordat het dakkepeel uh, uiteindelijk geplaatst wordt. Voor die tijd gaan we wel heel veel uh, ja, dingen al doen, en uh, ja, we zien wel tegen die tijd hoe het dan allemaal gaat met uh, de video's. Um, verzinnen we allemaal wel wat op? Gaat allemaal goed komen. Uh, zoals eigenlijk alles altijd hier goed komt. Um, ja, wij zijn positief ingesteld. We blijven ook altijd positief. Maar ja, je weet hier nooit wat hier allemaal gebeurt. En uh, het is nooit saai hier in ieder geval in huis. Er gebeurt altijd wel wat. Um, maar we zien het wel. Maar normaal gesproken, elke woensdag, elke zondag komt er gewoon weer een video online. Uh, waarin ik iets laat zien voor jullie. Uh, soms een kletsvideo, soms uh, uh, waar ik een project maak. Of soms, zoals in dit geval een uitleg. Wat extra achtergrondinformatie. Omdat ik gewoon aan de hand van vragen merk dat daar gewoon ook soms echt behoefte aan is. Um, dit was het voor vandaag. Ik uh, ja, dank jullie voor het kijken naar deze video. En dan zien we elkaar terug bij een volgende video. Dankjewel voor het kijken. En graag tot snel. Doeg!